Het licht doorgeven, voor mij betekent dat ik allereerst van God het licht heb mogen ontvangen. En dan aan de mensen doorgeven. En in de muziek kan je heel veel doorgeven, omdat het muziek verbindt mensen met elkaar. Bonita Klingen is dirigent van een uniek koor van de stichting IDO Lelystad. Met inloophuizen, winkeltjes en verbindende activiteiten is deze stichting namens 8 kerken aanwezig in de stad. Bonita, jij bent dirigent van het IDO-koor. Wat voor mensen zingen in dit koor? Mensen die... Niet iedereen heeft zangervaring of koorervaring. En ze hebben ook allemaal wel een rugzakje. Maar wat is dat dan? Want ik trek dan aan dit koor? Wat was er nou zo bijzonder aan dit koor? Het werd gewoon op mijn hart gelegd. Ik kan het niet uitleggen. Voelde je dat je nodig was misschien? Nou ja, dat ik de weg moest gaan. Een soort roeping. Ja, ja. En jij ziet ze groeien en je ziet ze genieten. Ja, die groei, dat is echt ongelooflijk. Want het is nu, in september zijn we begonnen. En we gaan nu een kerstconcert doen dan. In december, maar ze zijn zo gegroeid, ook gewoon met de ademhalingstechnieken, alles gewoon. Dat is leuk. Wat betekent voor jou het licht doorgeven? Het licht doorgeven, voor mij betekent dat ik allereerst van God het licht heb mogen ontvangen. En dan aan de mensen doorgeven. En in de muziek kan je heel veel doorgeven, omdat het muziek verbindt mensen met elkaar. Carina, wat is dit voor plek? Nou, wij zijn bij het IDO. En we zijn hier in Open Haven, een van de 2 inloophuizen. Uh-huh. En met name zijn we hier in de winkel. U bent vrijwilliger hier? Ja. Wat heeft dat gedaan met uw leven? Ik heb administratief gewerkt altijd. En op een gegeven moment dacht ik, ja, administratie, ik wil met mensen werken. Nou, toen werd het eerste inloophuis eigenlijk geopend. En kort daarna ben ik daar begonnen als vrijwilliger, als gastvrouw. Als vrijwilliger staan wij niet boven het geheel, maar wij staan tussen de mensen. We staan op gelijke voet met iedereen die hier binnenkomt. En je maakt met iedereen een praatje. En als iemand alleen zit, ga je erbij zitten. En vaak krijg je de meest wonderlijke verhalen van mensen. En ik hoef geen problemen op te lossen, maar ik luister. En dat is al voldoende. En dat geldt voor iedere vrijwilliger hier. Luisteren is verschrikkelijk belangrijk voor mensen. En tijd nemen. De herdertjes lagen erg in zand. Ja, mooie gezichten. Zij lagen bij nacht in het veld. Zij hielden vertrouwende wachten. Zij hadden de zaakjes verteld. En dit koor, brengt dat ook licht in de wereld? Ja, absoluut. Op wat voor manier? Nou, dat zij gewoon het licht zijn. Zij zijn gewoon blij. En die sparkling in hun ogen, dat doet mij gewoon goed. En dat ze zeggen, nou, tot volgende week en we zien er echt naar uit. Nou, dat is gewoon leuk. Ja. Nu geloven jullie echt wat je zingt. En dat is gewoon heel belangrijk, want de mensen geloven het dan ook. Kerst is natuurlijk het feest van het licht. Ja. Licht doorgeven. Doe jij dat wel eens? Nou, daar ben ik dagelijks mee bezig met licht doorgeven. Hoe dan? Het schijnt bij mij in de genen te zitten. Dat ik gewoon heel makkelijk contacten met iedereen leg. En heel makkelijk met iedereen om kan gaan. En ik accepteer de mensen zoals ze zijn. En op die grond geef ik een stukje licht van de Heer Jezus. Probeer ik aan de mensen te geven. Een stukje van mezelf. En dan is het fantastisch. Open Haven, goedemiddag met José. We doen het hier met z'n allen met samen. Met z'n allen samen, precies. Ja, dat is het uiteindelijke doel. Ja.
En wat, als je nu zo even terugkijkt in de jaren dat je vrijwilliger bent, wat heb je geleerd? Dat ik er niet alleen voor sta. En ik denk dat voor de inlopers, zoals wij de mensen hier noemen, ja, ook vaak geldt. Je kan ontzettend in de problemen zitten, financieel, relationeel. Maar ik heb ook vaak gezien dat mensen er weer uitkomen. En dat is zo belangrijk. Omdat je weet dat je niet alleen bent. Je bent niet alleen en je hebt die kans. Je krijgt altijd weer kansen om opnieuw te beginnen. Maar je moet ze wel pakken. Jullie zijn echt gegroeid vanaf september tot nu. Nou, dat is echt ongelooflijk. Dus jullie hebben meer dan je eigenlijk dacht zelf. Weet je hoe mooi dat is? En dan gaan we dat laten zien, want jullie mogen het zien. Jullie mogen gehoord worden. Het IDO-koor. Stille nacht. Koos, het is bijna kerst. Licht doorgeven. Doe jij dat ook wel eens? Gewoon door je doen en laten. Alleen al. Geef je het door. Dus niet door te evangeliseren. Gewoon door je daden om je heen, wat je dagelijks doet, hoe je mensen behandelt, dan ben je eigenlijk een lopend licht. Ja. Wat vonden jullie ervan? Je mag wel een applausje voor jezelf geven, hoor. Het was echt heel goed. En de muzikanten, hè? Vergeet ze niet. Want die dragen ons ook. Ja. Wilt u meer inspiratie? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief.